Waar ga je straks naar kijken? Naar papa. Wie is jouw papa? Hans. En wat gaat hij straks doen? Toeteren. We gaan naar een vioolstuk kijken met allemaal instrumenten en ook een toneelstuk erbij. En welk toneelstuk? Dat weet ik niet. Peer Gynt, geschreven door Ibsen, muziek gezet door Grieg. Je liegt, Peer. Je liegt, Peer Gynt. En je schaamt je er niet voor. Dat blijft weken van huis in de bergen jagen op een bok. Nou, waar is die bok dan? Je kon hem niet eens raken. Ik ben er nog nooit naar zoiets geweest, maar ik ken het verhaal. En ik vind het een hele mooie combinatie. Het gaat over de dood, over de liefde, het leven. En hij doet alles verkeerd. Zoals de mensen zijn. 10 jaar geleden ongeveer ben ik ook naar Peer Gynt geweest, ja. Wat herinner je nog van toen? Nou, we hebben de cd hebben we toen meegenomen, dus eigenlijk ken ik het hele verhaal uit mijn hoofd, net als mijn zus. Het gaat eigenlijk over het zelf. En dat gaat het bij Ibsen altijd. Over wie ben je? Sorry. Ik wil helemaal geen boer worden, moeder. Een koning, dat wil ik zijn. Het is in een rijmvorm, die muzikaliteit die daarin zit. En dat heeft Ibsen ook zo geschreven. En zelfs in de Nederlandse taal blijft het overeind. Ah, muziek. Dat maakt de benen los. Dat borrelt, dat bruist als een beek in het bos. Jullie komen echt puur voor de muziek? Ik zit zelf op viool en mijn juf heeft mij gevraagd, dus we komen hier met heel veel. Ja, ik speel zelfs viool en piano. Dus wellicht ga je dit stuk later ook spelen? Misschien, ja. Spelen jullie allemaal instrumenten? En welke speel jij? Viool en piano, net als hij. En jij? Cello en piano. Ik ben zelf saxofonist en gitarist. Speel jij ook een instrument? Ja, ik speel piano. En daarom vond ik het ook wel erg leuk om dan andere instrumenten te horen. Ik zit zelf op drumles. Oké. Okay. Ga je er ook speciaal op letten, hoe dat gespeeld wordt? Waar let je dan op? Over hoe ze het doen. Of ik er zelf nog wat van kan leren. De combinatie toneel en muziek, hoe vind je dat? Wel leuk, want ik heb zelf ook eens een keer in de musical meegespeeld. Oh, zo fijn. Kom, dans met mij. Ik zou wel willen, hoor. Maar het mag niet van mijn moe. Omdat je hebt gedronken, staat ze dat niet toe. Eigenlijk vond ik het leukste dat ik op het scherm dat steeds zag bewegen. We hebben daar beelden bij gemaakt die allemaal in een lijst staan. Het is eigenlijk een huis. De lijst is een huis. Het huis wat Peer Gynt zoekt. Het koninkrijk wat hij zoekt. Dat zijn ganzen. Die vliegen naar het zuid. En ik, arme nar, ik moet hier leven. Er komt de modder nog niet uit. Terwijl uit iets groots ben ik voortgekomen. Een koning zal ik eens zijn. In mijn dromen kan ik wonen. Ik droom dat koninkrijk van mij. Ik vond het een leuke voorstelling. Ook heel boeiend en... Het is wel echt een verhaal, hè? Ik vond het grappig. Je vond het grappig? Ja. Het is een bedriegerij van ogen! Dood de Peer Gynt, het stuk verraad! Redden! Wat vond je er grappig aan? Nou, dat hij ging praten met zijn dood. Bij een stukje bij die dood, dat hij hem kwam halen, kroop ik toch nog echt wel bij mijn moeder op schoot. Wie ben jij? Mijzelf. Kan jij dat van jezelf beweren? Moeder!
zonde mens zijn als de dood voor ogen staat, is hij nietig en klein. Kun je het een beetje goed volgen waar het over gaat? Ik kon het een beetje volgen, ik vond het wel lastig. Ik vond het verhaal erg heftig. Ja, het was voor een familieconcert was het erg zwaar. Het was moeilijk te begrijpen. Dat is ook niet erg, dat ze het niet begrijpen. Het thema gaat door het hele stuk door. Het is steeds iemand die wegvlucht van zichzelf. Dat gaan ze op een gegeven moment herkennen. Jullie hebben het net gezien, waar ging het over? Nou, over een Noors iemand en die kon zichzelf niet vinden. We gaan het spelen voor de bovenbouw in de kinderconcerten. Die bovenbouw krijgt een lesbrief. Er wordt het verhaal verteld. Waar gaat dit over? Jezelf vinden. En in die leeftijdsgroep is daar eigenlijk mee bezig. Die ontdekken zichzelf. Die ontdekken ook de anderen. Wie zijn hun ouders? Dat zijn andere mensen dan ze tot nu toe altijd hebben gezien. Het zijn ook personen. Nou ja, in dat hele beeld, wereldbeeld wat ze gaan ontdekken, past dit verhaal heel goed. Houdt hier een verzameling linkse hobby's op na, dan heb ik hier nog een heel symfonieorkest in de aanbieding. Ja, koper, hout, meer is het niet. Ja, met fluiten en tamboerijnen. Dat de koning ons wil verscheiden. Het schip waarmee Peer terugreist, verzeilt. In een verschrikkelijk noodweer. Het is ieder voor zich. God voor ons allen. We gaan in de haaien. De mast is gevallen. Heeft hij zichzelf nog gevonden? Ja, geloof ik wel. Want toen kwam hij met... toen waren ze samen met zijn vriendin. Je hebt het gevonden, je koninkrijk. We zijn samen, voor altijd, in liefde verbonden, voor de eeuwigheid.